De moed van Corporal Stitt, zijn plichtsbesef en zijn agressieve geest tegenover de vijand zijn altijd een voorbeeld en inspiratie voor allen geweest. Dat staat op 11 oktober 1945 in de London Gazette. Dapper was hij zeker, Herbert Dixon Stitt. Daarom is het des te tragischer dat hij uiteindelijk het leven liet toen het oorlogsgeweld al voorbij was. Hij wordt op 1 december 1921 geboren in Toronto, Canada. Met het Governor General's Horse Guards Regiment vecht hij in de nacht van 16 op 17 april dapper tijdens de slag om Otterlo. Zijn tank wordt getroffen door een Duitse panzerfaust die de tank onbestuurbaar maakt. Koelbloedig klimt Stitt uit de koepel en gaat de vijand met de hand te lijf. Hoewel de Duitsers slechts op 10 meter afstand zijn, blijft Herbert kalm op zijn tank zitten, blootgesteld aan vijandelijk vuur, en richt hij het kanon van de tank met de hand op de vijand. Hij schiet met granaten en een pistool. Op deze manier zuivert Stitt met succes de hoofdstraat in Otterlo van vijanden en doodt en verwondt talloze Duitse infanteristen. Als het de volgende ochtend eindelijk veilig is, gaat Herbert, ongedeerd maar oververmoeid na de zware nacht, heel even slapen naast zijn tank. Op dat moment wordt hij overreden door een geallieerde truck die hem over het hoofd ziet. Herbert is op slag dood.